5, 6, 7, 8, 9, 10. Dag allemaal, een hele goede middag. Wist u dat het net nog 18 graden buiten was? Fantastisch, hè? Wat een zomer. Wat doen we eigenlijk binnen? Heerlijk, je kunt bijna buiten zitten. Trouwens, het is heel rustig hoor, buiten vandaag. Toen ik vanmiddag aankwam, toen dacht ik, wat krijgen we nou? Het lijkt wel of er helemaal geen uitzending is. Normaal staan er boten, helikopters. Ik dacht, nu hebben we een stelletje raketten buiten. Maar dat ging dus mooi niet door. U vraagt zich af wat ik om heb. Nou, dat is heel mooi. Tenminste, dat vind ik heel mooi. Ik draai me even om, kunt u de achterkant ook zien. Een sjaal uit Hongarije. En we gaan het heel veel hebben over Hongarije, maar vooral ook over de Hongaarse keuken. Kijk eens eventjes. En we hebben natuurlijk niet alleen lekkere dingen uit Hongarije. We gaan er ook over praten, maar we hebben ook muziek uit Hongarije. Nou, voor de rest denkt u, wat staat ze daar nu achter met de paprika's? U denkt, heeft zij zulke groene vingers? Kan zij dat zelf? Nee, absoluut niet. Aanstaande vrijdag wordt de grootste groente en bloemenveiling in het Westland gehouden. De grootste veiling van de wereld, notabene. En wij hebben hier daar een hele kleine afspiegeling van de heerlijke Hollandse groentes. En dan, de kunst aan de muur is pure glamour. En dat zijn prachtige tekeningen gemaakt door Lydie Dix uit Amsterdam. Maar niet alleen houdt Lydie van glamour, Lydie is ook bezeten van Hongarije en zij heeft daar een prachtig portret geschilderd van de Primas. En hoe heet die Primas? Jaroka Sándor. Want de S moet je uitspreken als sh. Zo, bent u allemaal in de stemming? Ja. Ja? Goed zo. Wilt u even een fantastisch applaus geven voor mijn twee gasten die vandaag gaan koken? Wolle-Jan en René Vrogen. Hallo, wat leuk dat jullie er zijn en die combinatie gisteravond zag ik het ook al een beetje op tv, maar toen praten jullie niet. Toen René, een paar jaar geleden, weet ik met de hele campagne rondom Adam Curry, in het vak ging, toen zei iedereen, René, de zoon van Bolle-Jan. Bolle-Jan maakt nu, anno 1989, een plaat zoals hij er zoveel heeft gemaakt en ineens is Bolle-Jan de vader van René. Ja. Hoe is dat thuis ontvangen? Hoe gaat dat? Nou, we slachten elkaar af. Goed zo. We zijn vreselijk jaloers op elkaar. Nee hoor, nee. Het is van beide kanten. Het is gewoon heel leuk natuurlijk. Ja. Jan, jij zong altijd in het café. En vroeger, toen het schip Veronica er nog was, mochten de discjockeys... Zeker. Hè, nog wel eens graag bij jou langskomen. Zeker hè? Weten. Gedroegen wij ons netjes? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen ja. Ja? Ik weet hoe het nu is, ik moet er weer een vink komen. Nou, ik weet niet of je nou ons met z'n allen wil hebben hoor, in de tent. Maar je zong toen vieze liederen. Ja, wij noemen dat pikante liedjes. Oh, je noemt dat pikante liederen. Ja, maar daar heb je toch behoorlijk veel.